Zo'n 15.000 liefhebbers van vliegtuigen konden vandaag hun hart ophalen tijdens de vliegshow in Oostwold. Met prachtige oude toestellen, stunts en mooier weer dan voorspeld was het er goed toeven. Met mooie duikelingen opent de Fokker 4 de vliegshow. We staan helemaal te glimmen. Ja, zeker. Dit is toch ook genieten van de bovenste plank. Ja, zeker. Perfect. Op de zesde editie van de vliegshow zijn allerlei soorten vliegtuigen te zien. Dit is een Harvard, een AT-16 Harvard, in Canada gebouwd in 1943. Is gebruikt in de Tweede Wereldoorlog als training voor gevorderde gevechtsvliegers, vlak voordat ze in een gevechtsvliegtuig de oorlog in moesten. We staan hier bij een Extra 300L, een high-performance aerobatic toestel, een kunstvliegvliegtuig. Weegt 660 kilo, heeft 8 meter spanwijdte, rolt met 340-60 graden per seconde, klimt met een kilometer per minuut en is speciaal en alleen gemaakt voor koppeltje duikelen. Spectaculair is de show van de Breitling Windwalkers met twee vrouwen bovenop het vliegtuig. Wat heeft u met vliegtuigen? Snelheid. Ik heb alles met snelheid. Ik zelf ben ik vervent motorrijder. Dan is 180 pk al veel, maar 2750 is echt het summum, hè? De vrijheid, de ruimte, het genieten van dat wat je zelf kunt doen. Zonder echt, ja, dat lijkt natuurlijk alsof ze niet gestuurd worden, maar dat doen ze wel. Maar ja, vanaf deze kant is het enorm. Zou je erin willen zitten? Lijkt me wel spannend, maar... Ja... Lijkt me wel gaaf eigenlijk, maar ik denk het niet.